Hey, ik ben Pien en zoals je kan zien, hey, nice, heb ik een Ableton Push 3 hier staan. Helemaal gloedje nieuw. Ik had de eer van Ableton om hem als een van de eerste uit te proberen. En ik heb er een jam op gemaakt. En aan de hand van die jam ga ik je even laten zien wat dit monster allemaal kan. Want het is nogal wat. Standalone. Dus je kan de projecten hierin opslaan. Hebt geen laptop in principe nodig om er muziek op te maken, op te slaan. We gaan even de jam inladen. Hierboven, linksbovenaan zie je een fileknopje. Als je daarop klikt, kom je bij de Z Library en kun je de set inladen. Wat ik heel fijn vind aan de Push 3 is dat die pads gewoon een upgrade hebben gekregen. En in die zin, de sensitivity is beter en daardoor ook je velocity bijvoorbeeld in je drums. Want je kan gewoon meer dynamiek aangeven vanuit de pads met fingerdrumming. Voorbeeld, hi-hatje. Een partij fan van de MPA-functie die er nu op de push zit. Want bij ook drums, maar ook bassen, ja, eigenlijk alles is dit vet. Dat je gewoon kan glijden van noot naar noot. Oeh, ik word er helemaal enthousiast van. Als je dus een baspartij hebt, je kan hem laten wobbelen, zeg maar, laten bewegen en dus laten glijden. Er zit geen XLR-aansluiting op de push, op de achterkant. Dus ik hoor je als zanger, zangeres denken, onhandig met opnemen. Maar wat dan wel weer heel fijn is, je hebt een heel mooi integratiesysteem met tussen je laptop en de push. Dus wat je dan kan doen, is dat je even via de interface met je laptop even opneemt. Of natuurlijk met de push, je kan het ook via een interface kun je aansluiten. En op die manier kun je weer de samples inladen en heb je gewoon je vocals op de push. Of op je laptop. Kort een paar leuke slimme dingetjes op de nieuwe push. Namelijk, je kan nu je session view hier ook zien. Dus daar zie je echte clips. Dat is heel erg tof. Er zijn een paar dingetjes veranderd. De lead staat nu aan deze kant. En een paar knoppen wat anders. Nou, dit is in principe nog gewoon de session view. En quantize knop. Dat is allemaal net iets anders. Je kan nog solo'en en muten van clips. Ik kan nog uren lullen over de nieuwe Push 3, maar dat ga ik je niet aandoen. Wat ook heel tof is aan dit systeem, vind ik, is natuurlijk voor live. Als je het live gaat gebruiken, dan hoef je in principe geen laptop meer mee. Misschien als backup kan het handig zijn. En wat heel tof is, je kan gewoon ergens naartoe gaan en muziek maken. Je hebt wel stroom nodig, maar verder kom je een heel eind met zonder laptop. Met zonder laptop. Nou, ik denk dat ik een eind aan moet breien. Thanks voor het kijken en tot snel.